Wil jij korting op FIFA 21? Wil jij geld besparen met FIFA 21? Let dan goed op, jongens. Want in deze video, jongens, ga ik heel veel dingen uitleggen. Net zoals vorig jaar. Hoe jij korting kan pakken op FIFA 21. Op jouw tegoed, op jouw points. Noem het maar op. Dus blijf kijken. Like deze video. En vergeet zeker niet even te abonneren. Het is ongelooflijk maar waar, jongens. Maar donderdag gaat het gebeuren. 1 oktober. Kan jij FIFA 21 alweer gaan spelen, jongens? Nog maar 3 nachtjes slapen, jongens. En dan is het zover. Eindelijk. Maar goed, er vergt me wel wat voorbereiding. En er zijn nog wat aantal tips. Jullie hebben misschien die video van mij van vorig jaar gezien. Die was heel goed bekeken. Heel veel reacties op hoe jij geld kan besparen op jouw FIFA. Dat was natuurlijk toen van FIFA 19 naar FIFA 20. Maar dit jaar gaan we weer van FIFA 20 naar FIFA 21. En er zijn een paar dingen die je best wel slim kan aanpakken of kan doen om geld te besparen, om wat handige tips en tricks om toch die paar euro's ergens te besparen. Het is gewoon chill, dus luister goed. Een van de dingen die ik dus vorig jaar besprak, het was deze video, jongens. Met deze 5 tips ga je veel geld besparen in FIFA 20, oké? Nou, er waren 5 dingen. 1. Koop EA Access voor 1 maand. 2. Koop FIFA 20 digitaal. Tip 3. Koop FIFA 20 samen met een vriend en deel het spel. Tip 4. Koop FIFA punten en andere codes met korting via mij. Tip 5. Gebruik EA Access juist. Nou, het is bijna dus zover. Dus heel veel mensen vragen jullie, ook vrienden van mij, die vragen zich altijd af van, hey Paske, je zegt 1 oktober kun je al FIFA 20 spelen. Hoe werkt dat dan precies? Nou, dan beginnen we eigenlijk inderdaad bij tip 1. Koop EA Access voor 1 maand. Dat is precies wat wij nu ook gaan doen, jongens. Want we gaan naar de PlayStation Store. We gaan EA Access. Waar zijn jullie, jongens? Kijk, en dan zie je 1 maand. Je ziet, volgens mij zit de hub. Oké, en dit is 12 maanden. Maar 12 maanden kan je doen. Dan bespaar je wel geld. Natuurlijk, als je dit 12 keer 4 euro doet, zit je veel hoger dan die 24 of wat was het, 25 euro. Ja. Dus dan kan je uiteindelijk, als je het voor een heel jaar heel veel geld uitgeeft, kan je dat misschien wel doen. Maar goed, ik doe het nu voor 1 maand. Want ik doe het niet elke maand veel geld uitgeven. Even kort samengevat. EA Access zorgt ervoor dat je nu eerder EA Games kan spelen, dus onder andere FIFA. Maar het geeft je dus ook 10% korting op de aanschaf van de game, plus op de punten in FIFA. Dus dat zijn 2 belangrijke dingen. EA Play voor 1 maand. Gaan wij kopen. Kijk, we gaan het doen. Oké, bevestigen. De creditcardgegevens van Frank Slotter invoeren. Ik heb nu EA Access gekocht, maar wat belangrijk ook eens even, is dat je dus naar je account gaat en uiteindelijk naar je accountgegevens. Volgens mij moet je dat hier doen. En dan kan je naar je portemonnee gaan. En dan moet je heel even je abonnement weer stopzetten. Dat zijn een bepaalde dingen die altijd doorlopen. Zoals volgens mij je internet. Weet je, die 12 maanden Sony Plus en EA Play. Dat zijn van die abonnementen. Dus je moet auto-renew even uitschakelen. Heel erg belangrijk. Dan heb je ook niet dat die elke maand weer doorloopt. We komen nu eigenlijk bij stap 2 uit, jongens. Stap 2 en 3, dat is weer eigenlijk hetgene wat ik dit jaar ook weer ga doen. Koop FIFA 20 dus digitaal en koop hem samen met een vriend en deel het spel. Ik ga daar niet al te lang op in, op punt 2 en 3. Dat moet je even die video van vorig jaar kijken, die staat ook hieronder in de omschrijving. Maar je kan dus samen een spel kopen. Dat betekent dus als jij de goedkoopste versie haalt, die FIFA kost normaal 70 euro. Als we EA Access net hebben aangeschaft, krijg je dus 10% korting. Nou, dat 7 euro van 70 is dus 63 euro. En als jij dat spel dus voor 63 euro koopt, kan je hem dus ook nog eens door 2 delen. Want ik kan een spel kopen op mijn account. Ik zet mijn account op een andere PlayStation als primaire PS4. Waardoor je hem dus samen eigenlijk dus voor 63 gedeeld door 2. Wat is 63 gedeeld door 2? 31,50 de man hebt. Kijk, dat is een lekker bedrag, toch? Dat moet je niet vergeten. Kijk even voor die uitleg hoe dat precies werkt hieronder in de omschrijving in die andere video. Goed, je ziet dus nogmaals dat alles nu met door die EA Access dus met korting is. Zelfs FIFA 15 als goed. Ja, kijk maar. Die kost maar 20 euro. Krijg 2 euro korting. Dus als het goed is, overal korting op 10%. Wat ik zelf dus nu moet gaan doen. Ik heb nog niet FIFA 21 gekocht. Ik ga dat nu wel doen. Omdat dus door die EA Access krijg ik 10 euro korting. Is voor sommigen niet heel erg boeiend. Maar goed, voor mij, ja, ik denk boeien. Ik bestel hem lekker. Kijk, met korting 10% op accepteren en doorgaan. En dan pre-order plaats. Ja, je ziet het dus nu. Ik heb hem hier gekocht. En het staat er 7 dagen en 11 uur kan ik hem al spelen. Oké. Dus ik kan hem volgende week dinsdag al spelen. Of wat is dat? Maandagavond? Ah, ik kan hem vanaf dinsdag nacht 12 uur precies spelen. Oké, dus dat is 6 oktober. Dan weten we het ook weer. Je kan hem dus vanaf 6 oktober spelen. Ik heb hem dus nu gekocht. Dat betekent dat we eigenlijk er nog niet op kunnen. Ik heb hem wel dus klaarstaan. Maar goed, je kan er nog niks mee. Wat je wel kan doen is het volgende. Punt 4 is dus ook koop FIFA punten en andere codes met korting via mij. Nou, daar wil ik even bij stilstaan. Het is niet echt dat deze video daardoor gepromoot wordt. Maar goed, ik wil het jullie wel zeggen. Ik heb natuurlijk een samenwerking met Start Select. Start Select kan jij, als je op de site bent, kan jij gewoon naar deze pagina gaan. Dus mijn hoofdpagina wordt een beetje aangepast omdat FIFA 20 natuurlijk voorbij was. Hij wordt nu vernieuwd naar FIFA 21. Dus hij ziet er niet zo mooi uit zoals je gewend bent. Maar je kan hier gewoon inderdaad bijvoorbeeld, ik zeg maar wat, een 50 euro PlayStation code bestellen. Je gaat naar betalen. Vervolgens vul je mijn naam in. Kijk, Paski als
korting op jouw aankoop. Het is wel gewoon, ja, korting. Dus als jij veel koopt en je krijgt altijd korting. Ja, wie wil dan niet korting? Het is natuurlijk maar 1,50 of 50 euro. Maar goed, het is korting. Als je dit dus hebt gedaan, krijg je gelijk de code toegestuurd. StartSelect is natuurlijk gewoon een goede partner van mij. Maar ja, 3% is volgens mij bijna de meeste korting die je kan krijgen. Ik ken geen een andere partnership hier in Nederland van een andere YouTuber die meer geeft. Dan, dames en heren, komen we bij een van de punten die ik vorig jaar niet heb besproken, maar dit jaar wel ga bespreken met jullie. Voor velen van jullie misschien niet echt een hele grote toepassing is, maar voor mij wel, omdat ik dus veel bonnen in het begin ga gebruiken. Maar je kan dus je tegoed je FIFA-punten nu al kopen en uploaden op FIFA 20. Ja, dat klinkt heel raar, maar je kan ze uploaden op FIFA 20 en dan worden ze straks uiteindelijk van FIFA 20 naar FIFA 21 overgezet, waardoor je het niet straks op de dag van release hoeft te doen. Plus, er zit altijd een limiet aan op PlayStation, waardoor als jij het op donderdag wilt doen en je wilt bijvoorbeeld, ik zeg maar, 200, 300 euro aan packs openen, donderdag al of vrijdag, wat dan ook, dan moet je dat echt per 24 uur maar 100 uploaden. Dat is heel irritant en heeft niemand zin in. Dus je kan al eigenlijk een paar jaar lang, kan jij je tegoed op het einde, de laatste weken of wat dan ook doen de meesten dat, gaan dan hun tegoed uploaden op FIFA 20. Dus dat betekent dus, je koopt bijvoorbeeld bij StartSelect een 100 euro PlayStation bon. Daarmee met die bon koop je weer in FIFA voor 12.000 punten. Dus ik laat het even zien. Hier heb je die FIFA punten. Als het goed is zijn die dus nu met korting, omdat wij EA Access hebben. Dus hier zit ook al die 10% korting in. Dus je hebt en het spel net met korting gekocht en deze FIFA punten kan je met korting kopen door EA Access. Ik heb dus 2.000 euro PlayStation bonnen gekocht bij StartSelect. Dan ga ik naar codes inwisselen. Vul ik dus even die code in van die 100 euro PlayStation tegoed. Gewoon even de eerste code in. Eens even zien. 100 euro tegoed. Ja, die willen we uploaden. Doorgaan met aankopen. Ja. Dan gaan we weer dus naar FIFA 20. Kopen wij 12.000 FIFA punten daarmee. Kijk, hoe lekker is dat? Hoppa, kom maar door, kom maar door. Hoppa, bestellen en betalen, ja zeker. Dus je ziet het nu, we hebben nu tegoed hier opgezet. En dit tegoed kan je straks in één keer overzetten naar FIFA 21. Dus dat hoef je dan niet meer apart te doen. En er zit er straks dus ook een limiet aan. Ik kan niet heel veel bonden uploaden. Dus volgens mij kan ik het nu nog één keer doen. En dan morgen pas weer. En dan ja, volgens mij morgen twee keer dan. En dan woensdag weer, noem het maar op. Begin jij net als ik ook al eens met een lekkere start rondom de release van FIFA 21. Dan is dit een hele goede optie om te doen. Je kan het straks gewoon overzetten naar FIFA 21. Dus ja jongens, dit waren mijn tips om geld te besparen en natuurlijk korting te pakken. Dus even kort samengevat. Het belangrijkste is eerst dat je EA Access koopt. Je abonnement daarna ook gelijk weer afsluit, want dan heb je hem voor een hele maand voor 4 euro. 3 is, koop daarna pas het spel digitaal, omdat je dus dan die korting hebt. Stap 4 is eigenlijk, als je iemand hebt, een maatje met wie je altijd samenspeelt of een vriendengroep uit een paar man, dat je allemaal hetzelfde doet. Dus je koopt met z'n tweeën het spel, split het geld. Dan ben je dus maar op het allergoedkoopste iets van 31, 32 euro kwijt. En stap 5 is, koop daarna dus via StartSelect of via mij, als je het te goed gaat gebruiken, die PlayStation bonnen en koop het daarna in FIFA 20 en koop het dus ook met die EA Access. Dan heb je ook daar weer 10% korting op. Dus kortom, korting, korting op korting. Heb je nog vragen? Laat het even weten, want ik reageer ook net als vorig jaar op deze video, want vorige keer had ik ook ziek veel reacties erop. Echt ongelooflijk veel. Dus heb jij nog vragen? Laat het even weten en reageer ik daaronder. Dames en heren, jongens en meisjes, bedankt voor het kijken. Vergeet niet even te abonneren, jongens. Het zou vet zijn als we weer even 100.000 halen. Kom op, dat moet gebeuren. Dat gaat ook gebeuren. Dat duurt niet lang meer. Maar het zou heel fijn als je het toch weer doet. Like deze video en tot de volgende keer, jongens. Ciao, ciao. Bye, bye.